Ik daag jou uit. Kan jij de video sneller liken dan dat ik over die speler heen spring? Daar gaan we. Let's go! Vandaag gaan we een gigantisch geheim ontrafelen. En volgens mij heb ik het nog nooit in een video laten zien. Het begin herken je misschien, maar het gaat al snel anders worden. Voor het begin ga je namelijk het ziekenhuis in. En dan druk je op dit papiertje. Normaal gesproken ga ik dan weg, maar nu niet. We gaan namelijk naar de linkerstoel. Heel belangrijk. Nu staat er namelijk boven experimenteel. Maar als we er dan op gaan zitten, staat er een code. En dan kunnen we mooi via deze kant weer naar buiten toe. De tweede stap, dat is een grote vrachtwagen. Die herkennen jullie waarschijnlijk ook. Je gaat namelijk naar de kapper en je kiest een kleur die je graag wil. Zoals blauw. Oké, dit was eigenlijk niet de tweede stap. Ik wou gewoon blauw haar. Zit er nou iemand op die taxi te dansen daar? Dit is de reden waarom ik normaal in een privé-server ga voor geheimen. Ik raak veel te snel afgeleid. Maar de echte tweede stap is de bibliotheek. En dan dit boek pakken om precies te zijn. Dan ga ik nu nog één ding doen wat jullie je waarschijnlijk kunnen herinneren. Maar daarna wordt het compleet anders. We kiezen namelijk een hotelkamer. En natuurlijk gaat die er helemaal oud en verwoest uitzien. Oké, maar nu is het belangrijk dat niemand doorheeft dat we hier zijn. Dus de deur, die doen we op slot. En weet je wat? Laten we de ramen dicht doen. Kan dat? Perfect. Nou, deze hotelkamer ziet er best wel slordig uit. Maar het gaat allemaal om dit lijstje aan de muur. Ik kan er niet op klikken, zoals je kan zien. Maar als ik dan op deze stoel ga zitten. Nou, als allereerst staat daar een geheime boodschap. Kijk, hier staat hij. Wat het precies betekent, weet ik niet. Iets over een boek. Maar wat we daarna moeten doen, is dan pakken we het boek wat hier op de grond naast ons ligt. Oké, dan gaan we nu weer terug naar hetzelfde schilderijtje aan de muur. En let goed op, nu ineens kunnen we er wel op klikken. En horen we ook een geluid. Dat betekent meestal dat we iets hebben geactiveerd. Een taco-machine? Nee, Bob. Bestaat dat überhaupt? En dan is het belangrijk dat we onszelf klein maken. Ik ben bijna even klein als het flesje water. En dan moeten we naar het linker nachtkastje van het bed. En dit is best wel lastig, want we moeten erachter proberen te kijken. Misschien kun je het zien. Er is een knop. Oké, en dan de volgende stap is op bed springen. Kom op, Job. Ik wil zien wat er gebeurt. Oké, de volgende stap is buiten. We hebben dus op zich de hotelkamer nu niet meer nodig. Wacht eens even. Dat daar ziet er niet goed uit. Ik ga er proberen achteraan te rijden met een brandblusser. Oh my gosh, ik ben aan het brandblussen en fietsen tegelijk. Waarom zit Bacon er hier? Je mag hier niet zitten. Wegwezen. Oké, sorry. Maar de volgende plek waar we naartoe gaan, dat is niet het winkeltje, maar dat is de bunker van de agency. En normaal gesproken loop je hier dan naartoe, kun je een beetje rondkijken. Maar hier zitten we niet goed. Als je namelijk net de bunker binnenkomt, kun je ook hier naartoe. En omdat het best wel donker is, pak ik er even een zaklamp bij. En als we de stappen nu goed hebben doorlopen, zouden we hier om de hoek iets moeten vinden. Oh my gosh. En er staat op top secret. Dat is super geheim. En je vraagt je misschien af, oké, dit zijn een soort van dozen van de agency. Wat moet ik daarmee? Nou, je hebt nu een heel belangrijk item nodig. Namelijk de hamer. En omdat je hier niets kunt zien, ga ik even kijken of ik wat lantaarns kan neerzetten. Zo, dat is beter. En als je dan de hamer vast hebt, is het belangrijk dat je, nou ja, ermee gaat mappen. En dat moet je dan hier doen. En zoals je kunt horen, en zoals je kunt zien, slopen wij hiermee de agency dozen, kisten, wat het ook moeten voorstellen. Nu kan ik me weer herinneren dat ik dit misschien ooit in een video heb laten zien, lang geleden. Maar nu wordt het heel belangrijk. Oh, ik vind het zo leuk. Dit soort geheimen is misschien wel de reden dat ik Brookhaven nog steeds het leukste spel in Roblox vind. Oké, het is nog steeds dag. Daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Want nu wordt het extreem spannend. Als je al deze stappen hebt doorlopen, ga je naar deze grote berg toe. En nee, niet om er overheen te gaan, maar om er onderdoor te gaan. En dan hier doorheen om precies te zijn. Oké, nu gaan we zien of het is gelukt. Als het niet is gelukt, gaan we hier gewoon een lege berg aantreffen. Maar als het wel is gelukt, dan treffen we een portaal aan. En hier komt het. Niemand weet waar dit portaal voor wordt gebruikt. Alles wat we weten is dat het van de agency is. Ik bedoel, er staat een logo bij. Maar als je er dan naartoe loopt, gebeurt er niks. Daar tenminste wel een soort van, want je bent namelijk aan het zwemmen. Wat eigenlijk best wel raar is als je erover nadenkt. En je zwemt automatisch omhoog. Kijk maar, als ik erin ga zitten, ik zwem omhoog alsof ik een soort van zwaartekracht heb. Of juist niet. Je snapt wat ik bedoel. Maar dan denk je misschien, Job, is dat een knop? Nou, jazeker. Want ik kan er inderdaad op drukken. Er gebeurt niks. En dit is het punt waar iedereen een andere mening heeft. Sommige mensen denken dat dit portaal gewoon nog niet is afgemaakt door de agency. Andere mensen denken dat dit een tijdmachine is. Dat je hiermee naar eerdere versies van Brookhaven kunt. Ik schrok. Dat hoorden jullie ook, toch? Wacht even, wat deed ik nou? Hè?
Oh my gosh, maar dat heb ik de vorige keer niet gezien. Oké, dus als we in de portaal gaan, gebeurt er niks. Maar als we dan in de lijnen ernaast lopen... Wat? Oké, dit is echt heel raar. Als we nou achter de portaal lopen, daar hebben we ook weer een agency logo. Kan ik daarop drukken? Er gebeurt niks. Dit is zo eng. Maar ja, of het nou een tijdmachine is, of misschien wel een portaal naar Brookhaven 2. We weten het pas als die is afgemaakt. Kijk je de video nog steeds? Reageer dan. Zaklamp, je bent een baas. Oh, hier heeft iemand net een huis gekozen. Ben ik snel genoeg om naar binnen te gaan? Oh my gosh, ik zit eerder in dit huis dan de speler zelf. Wie is dat? Oh, waarom kruipt die speler? Wacht, ik heb een grappig idee. Ze hadden deze update niet moeten toevoegen. Ik vind het veel te grappig. Willen jullie nou dat ik meer van dit soort bizarre geheimen in Brookhaven ga testen? Of dat ik naar de wc ga? Of zal ik gewoon een tent hier neerzetten? Maar laat het dan in de reacties achter. Oeh, dit is een huis wat ik vroeger echt best wel eng vond. Een tijd geleden maakte ik namelijk video's over Jenna. Jenna is een speler die Roblox wil hacken. En dit zou Jenna haar favoriete huis zijn. Om de simpele reden. Ah, eekhoorn. Nee, niet eekhoorn. Dat ze deze computer zou gebruiken om spelers te bannen. Meen je dat echt? Dat was geen Jenna. Trouwens, dat was geen Jenna. Maar dat is wel heel toevallig. Hé, we hebben hier een speler. En jij mag daar niet staan. Oh, dat brengt mij ineens op een idee. Er is een mythe die zegt... Oh, ik zie net een speler in de kooi spannen. Dat als je een kooi om de spawn heen zet... dat je er niet meer kunt terugspannen. Omdat, ja, de spawn vastzit. Laten we dat uitproberen. We zetten een kooi... Nee, wacht. Meerdere kooien bij de spawn neer. En dan moeten we dus nu eigenlijk afgaan. Oké, ik druk op reset karakter. En normaal zouden we dan bij de spawn beginnen. Ik ben heel benieuwd. Wacht, wat? Het werkt? Nee, dat was niet echt. Kijk maar, ik ben eigenlijk gewoon nog hier. Hé, wat goed. De recyclewagen. Dit is een wagen die gebruikt wordt om al het plastic op te halen in Brookhaven. Zodat het nog een keer gebruikt kan worden. En het meeste zit inderdaad in de prullenbak. Wow, moet je zien. Dit is de eerste keer dat ik vuilnis opgehaald zie worden. Oké, dit is volgens mij de vuilniswagen. Dan gaan we erin zitten. Maar hoe werkt dat dan? Moeten we gewoon hiernaast gaan staan? Oh my gosh. Besef dat ik gewoon super enthousiast word van het prullenbakken. Maar weet je waarom? Ik speel Brookhaven nu al jaren. En het is gewoon zo leuk om dan alsnog nieuwe dingen tegen te komen. Oh, dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Oké, wacht. We gaan het perfect hier neerzetten. En, hupsakee, perfect. We nemen het vuilnis met ons mee. En dat doet mij ineens denken aan een geheim voertuig waar niemand van weet. Om dit voertuig te hebben, moet je eerst... hallo? Baby? Oh, wat staat daar? Ik bespioneer iedereen in dit spel. Dat is best wel eng. Maar in ieder geval, om dit voertuig te kunnen kiezen, heb je de boerderij nodig. Ik heb zo'n idee dat deze baby bij mij naar binnen gaat rennen. Oh nee, laat maar. Ze gaat hier naartoe. Maar nu ben ik eigenlijk best wel benieuwd. Wat is hier binnen? Want een baby die zomaar ergens naar binnen rent, dat lijkt mij niet de bedoeling. Hallo, is er iemand? Ik heb een baby gevonden. Waarom ziet die spiegel eruit als een geheime ingang? Wacht even, is dat niet raar? Waarom zou je een spiegel zo bij de trap neerhangen? Wacht, één manier om daarachter te komen. Sorry, ik was eigenlijk met iets anders bezig, maar... Deze boerderij is een tijd geleden toegevoegd aan Brookhaven. En een geheim wat veel mensen niet weten, is dat als jij hier gaat staan, dat je er perfect jezelf in kunt verstoppen. En wat je ook kan doen, is je kan hem ook aanzetten. En dan komt er water uit. Eigenlijk een soort van buitendouche. En op dit moment hebben we hier allemaal mais. Wacht eens even. Waarom kan ik klikken op de vogelverschrikker? Hé, kijk, ik heb mais meegenomen. Abonneer voor meer en adios.